Deze Amerikaanse rockzanger draagt de leuze hoog in het vaandel. Want zelfs op zijn 67ste toert hij nog altijd de hele wereld rond. In de muziekbusiness. Maar als baas kan deze artiest zeggen dat hij zijn bijnaam alle eer aan doet. Zijn band draagt de naam van een straat, maar de letters zijn het alvast niet. Of toch al eentje, want recent kwam zijn biografie uit.